Dag, ik ben Marinus de Poter en deze week ga ik hier spreken op een congres dat is gewijd aan disruptie. En mijn verhaal is dat ook risicomanagement toe is aan disruptie. Je herkent dat vast vanuit je eigen praktijk. Als beslisser moet je de verwachtingen managen van belangrijke stakeholders. Wat zij waardevol vinden, moet jij creëren en beschermen. Door kansen te benutten en door bedreigingen te beperken. Maar kunnen de huidige risicomanagementpraktijken de beslissers nou echt helpen om betere beslissingen te nemen? Ik dacht het niet. Hoe dat beter kan, dat vertel ik je graag op het festival op 7 november.